Ja, lieve mensen, daar zijn ze weer ook terug van weg geweest. Het is even geleden. Maar we hebben weer een nieuwe aflevering van Woningvlog Vrijdag. En we zijn onderweg naar een fantastische woning in Schravenpolder. Ja, die wil je echt zien. Echt een cadeautje weer. Hè? Want? Het is gewoon een hartstikke toffe hoekwoning. Super ingericht. Instap klaar. Ja, ik zou zeggen, stay tuned, want we gaan je het allemaal laten zien. Uitgebouwd zonnepanelen. Ik verkap alle cliffhangers. Tot zo meteen. Tot zo. Ja, en over cliffhangers gesproken. Binnen staat Mike Milstead te wachten. Maar deze woning, je zou het vanaf deze kant niet meteen zeggen. Uitbouwen, garages, echt prachtige sanitair, luxe keuken, zonnepanelen. Echt alles wat je hartje maar begeert. En we gaan nu van binnen bekijken met onze showmaster. Kom verder en de voortrappa staat nummer 44. Zal ik je voorgaan? Want het is voor ons ook even geleden, maar hoe leuk het is om in deze woning weer te starten. Nou, dat zie je natuurlijk hier aan de voorzijde. Oh. Ja, dat is een verrassing, hè. Een lekkere zithoek, uitzicht over de straat, grote raampartij, lekker veel licht binnen. Ieder jaar schilderen zeker. Zou je wel willen, hè. Je kan hier gewoon lekker in het zonnetje gaan zitten, want het is al kunststof. Oh, dat is mooi. Aan deze kant. Boven nog wel wat hout, maar laten we je straks zien. Zo voorzichtig, hè. Zeker. Mooi plafond. Ja, strak, hè. Strak gestuukt. Hier aan de zijkant de zithoek. En wat leuk is, is hier gekozen voor openslaande deuren. Waarbij je eigenlijk dus gelijk van hier zo, plop, je terras op kan lopen. Nee, dat is gaaf. Ja, en je ziet het nu al, lekker in zonnetje. Het zonnetje. Ja, en zal ik doorgaan? Ja, want de keuken. Hart maakt hier een sprongetje. En zeker omdat deze mensen goede keuzes hebben gemaakt. Ik dacht dat je hart vooral hier een sprongetje maakt. Ja. Ik wou hem niet gelijk weggeven, maar een wijnkast, een klimaatkast hebben, dus dat is tof. En wat denk je van deze jongen? Zo. Een 90 centimeter Falcon fornuis met 3 ovens, best maar helemaal bijzonder, met inductie bovenkant. Dus op zich geen gas hier, en dat is natuurlijk goed voor de portemonnee. Wat hebben we nog meer? Koeker. Oh. Gelijk ook het water, vaatwasser en een reusachtige koelkast. Zo, dan kun je wel op het trapje gaan staan. Met een vershoutgedeelte. Dus je groentjes blijven lekker lang vers. Ideaal. Ja, dacht ik ook. En gelijk zeker op de tocht naar buiten? Nee, lekkere bijkeuken. Dus je houdt je warmte binnen en de kou buiten. Als je dat wil. En in de bijkeuken vind je cv-ketel en de witgoedaansluitingen. Maar die kom je maar zelf bekijken. Want ik stel nu voor dat we richting boven gaan. En nog even een klein detail. Hier is de verkoper apetrots op. Zelf gemaakt. Nice. En boven aangekomen treffen we... Hey. Verschuren zelf. Verschuren zelf. En een mooie grote woonruimte. Want twee hele grote slaapkamers voor achter. En een derde iets kleiner, maar toch zeker nog ruim aan de achterkant. Laat ik zo zien. En wat gaaf is, ook hier weer kunststof. Draaikiep. Mooie raamverdeling. En grote ruimte voor een kast. Eventueel in te bouwen, zou kunnen. Maar ook, mooie IKEA-combinatie. Keurige maat. Dat herhaalt zich aan de achterkant. Lopen we even die kant op. Zo, en ook hier veel licht, hè? Veel licht, veel ruimte. Ook hier weer, hè? Soort zwart-wit. De IKEA-combinatie kan ook dus een vaste kast zijn. En hier kijk je ook op het dakje van de uitbouw. En verklappen we alvast de garage met zonnepanelen. Hartstikke leuk. Dus ja, en ik zie aan hier, de energie wordt hier gewerkt. Ik zie hier dus aan de achterzijde houten kozijn. Houten kozijn, voren kunststof. Perfect. En wat is jouw favoriete karakter uit Disney, Mike? The Lion King. The Lion King. Jungle Book. Jungle Book. Ja, Jungle Book hebben we. Hebben we? Ja, zeker. Die vinken we af. Ik zie Bambi. Kijk. Ja, fijn. Welke zit er niet tussen? Oh man, dit is toch gedaan, zeg. Even bekijken. Ik zet het bedje weer even terug van Stef. Oh, hey. Deze kant op. Dit is wel een toffe kinderkamer, zeg. Met balkon. Ook die kom je even zelf bekijken. Want de masterpiece van deze verdieping, die zit toch echt aan de voorkant. Want kom even kijken. Leuk, leuk, leuk. Gaat ervoor. Complete badkamer. Oh. En hoe? Ja, eigen wellness thuis. Toilet. Prachtig inloopdouche. Mooi meubel. Spiegel. Alle extra's. Hey. Laadje. Het is echt keurig. Ventilatie door het raampje. En door de ventilatie die in het plafond zit verwerkt. En is dat niet alles? Boven nog een hele ruimte verdieping. Gaat die kant op. Kijk, hier boven aangekomen. Wat tref je dan? Echt een gigantisch, onwaarschijnlijk grote voorzolder. Nou, dan kun je dus het nodige bergruimte verwachten en nog maken als je het zou willen. Aan de voorkant net zo. En wat eigenlijk door het hele huis geldt, hier ook. Keurig afgewerkt, instapklaar, mooi vloertje.
Als je denkt, wat doet die mulstel ondertussen? Nou, de service gaat echt ver hoor, hier, de schrijversluis. Je ziet hè, wij strijken bij de verkoop iedere plooi glad voor u als het nodig is. Nou, van glad gesproken vind ik wel glad praat van jou ook hoor. Zonder gekkigheid, deze ruimte is echt mooi. Je hebt natuurlijk een prima slaapkamer. Je gaat via deze kamer ook nog naar de tweede kamer toe. Met een kleine aanpassing op de voorzolder met een extra deur heb je dus hier 5 complete slaapkamers die gewoon apart een ingang hebben. En dus, dakkapel? Precies, hier volledige staalhoogte. Ja, wordt nu gebruikt als thuiswerkplek. Maar ik kan me voorstellen dat je als tiener hier ja, echt een toffe kamer hebt. Met uitzicht over het dorp. Overal dubbel glas trouwens, hè? Dus dat lekker, zit er ook gewoon in. Dat zit er ook gewoon in. En een kleine sneak preview van de tuin. Ja. Over de tuin gesproken. Die kant op! Via de vrije achterom komen we de zonnige achtertuin in. En ja hoor, daar zit hij in het zonnetje. Ik zou zeggen, bel mijn afspraken maar af, want ik zit hier wel lekker. Ik blijf heel de middag. Nee, gekkigheid natuurlijk, maar het is heerlijk hè. Fijne achtertuin, goede bezonning zoals je al zei. En goede combinatie van groen en van grijs. En het is wel fijn, met al die regenval, dat het allemaal lekker kan wegzakken. En ja, zeg mezelf, een beetje groen, dan knappen we allemaal voorop. Wat ook fijn is, de garage. Op dit moment eigenlijk meer een grote schuur. En ik hou van schuren, ik heet van schuren. We gaan even deze kant op. En even kijken. Wat zegt u zelf? Als je je fiets wil plaatsen, dan heb je helemaal geen zin in zo'n vokje van 2x3. Oh. Maar is dit gewoon een hele fijne ruimte. En wil je nog wat klussen? Kan allemaal. Een keukenblokje. En dit gewoon op. En als je dorst hebt bij het klussen? Als je dorst hebt. Dan staat er ook nog wat. Kan ook. De omvorming van de zonnepanelen hangt hier. Check. En als we dan weer naar buiten lopen. Kijk. Zonnescherm, geen overbodige luxe. Aan de uitbouw. Keurig ruimte. Lekker in de verf. Nou, wat leuk is. Best wel instelbaar. Ik wou zeggen. En die uitbouw gaat ook niet ten koste van je tuin. Helemaal. Doordat je zo'n grote zijtuin hebt. Met veel privacy. En de tuin, dan kom je zo heel mooi vanuit de woonkamer in. Dus niet ver omlopen. Korte lijnen. Ideaal. Dat is mooi. We gaan. Resume. Vind ik een goed plan. Die kant. Zo, en daar zitten we weer. Zoals vertrouwd. Aan de bar. Weliswaar drinken we niet, maar toch. Je zit er wel lekker. Je zit er wel lekker. Want dan gaat het er niet veel veranderen. Nee, zeker niet. En voor trappen staan kan je zeker goed aan de bar zitten. Want het is ook geen kleintje. Nee, 150 vierkante meter woonoppervlak. Dus dat is echt heel behoorlijk. En zeg maar gerust 150 vierkante meter instapplaat. Daar kan ik absoluut beamen. En voor de rest, ja, gewoon keurig netjes. 4 goede slaapkamers. Waarvan we dus zeiden, die 5 is heel makkelijk te realiseren op zolder. Ja, er is eigenlijk gewoon helemaal niks hier waar je mee loopt te toppen. Want die keuken is goed, sanitair is goed, wat jij zegt, ruimte is goed, ja. Zonnepanelen is aangedacht. Tuin met zon en privacy. Uitbouw, zon en privacy, en ook niet klein. En je hebt ook geen zitmaaier nodig, hè? Dus het is een verhouding. Lekker formaat, maar niet te veel onderhoud. Ja, ik zou zeggen, kom kijken, want er is veel te zien. En wij laten het je uiteraard ook live heel graag zien. We zijn hier heel graag. En graag de volgende bij jullie thuis. Bedankt voor het kijken voor deze. Tot de volgende. Tot de volgende. Hoi.